vandaag een nieuwe Stel je vraag aan Elise. Ik heb een aantal eerdere video's opgenomen met Stel je vraag aan Elise. En dat ging over bloggen bijvoorbeeld of relaties. En ik heb ook besloten om bij die onderwerpen die ik al behandeld heb te blijven. En daarbinnen telkens nieuwe rondes te maken. Want dat zijn de meest interessante onderwerpen. Ik heb het door dat jullie het leuk vinden om te horen hoe ik praat over relaties, over liefde. Over bloggen. Dus ik hou het daar dan ook bij. Ik kom samen met dit volgende onderwerp van de aflevering van vandaag. Dat is onzekerheid. Liefst Loutje kwam daar mee. Op Instagram vroeg ik namelijk van, weten jullie een nieuw onderwerp voor mij? Wat gewoon echt leuk is om te behandelen. En toen kwam Liefst Loutje met onzekerheid. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi onderwerp of zo. Of ook een heel verdrietig onderwerp. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Een heel belangrijk onderwerp. En daar gaat dus deze aflevering over. De volgende aflevering zal weer gaan over relaties. Dus heb je een vraag aan mij persoonlijk in het algemeen of zit je met een dilemma? Stel je vraag dan weer hieronder. Ik zal ook eventjes het hieronder nog een keer aangeven waar het onderwerp van de volgende keer over gaat. En deze keer gaat het dus over onzekerheid. Ik heb een aantal vragen uitgezocht en die pak ik er even bij, want die staan op mijn mobiel. Dan kijk ik even op Instagram. En Liefst Loutje en Mrs. Eilish hebben een beetje dezelfde vraag. Jullie zijn gekomen met algemene vragen en persoonlijke vragen en dilemma's. Nou, echt van alles. Heel erg bedankt daarvoor. Jullie vragen, wat kun je meegeven aan meisjes die continu zichzelf vergelijken met een ander en zich eigenlijk nooit goed genoeg voelen? En Liefst Loutje vraagt dat dus ook. Hoe kan je zorgen dat je je niet de hele tijd vergelijkt met een ander? Nou, laat ik beginnen met te zeggen, even een disclaimer, ik ben geen psycholoog. Ik ben geen therapeut. Ik ben een jong volwassen vrouw die ook een kind is geweest en ook een puber is geweest en die gewoon vrouw is. Dus ik heb ook mijn onzekerheden en ik heb ook op dat punt die pedalen in mijn leven gekend. En af en toe alsnog. Dus ik probeer mijn eigen ervaring te gebruiken voor deze vragen, niet omdat ik een expert ben. Hoe kan je zorgen dat je jezelf stopt te vergelijken met een ander? Weet je, het gras is altijd groener bij een ander. Je kent het spreekwoord wel. En dat is ook zo. Vooral als je wat jonger bent, dan is het nog van, oh, maar zij is zo mooi of zij is populair. Of laat één ding heel erg duidelijk wezen. Iedereen is mooi. En iedereen is uniek. En dat het ene meisje met haar lange blonde haren en haar hele grote blauwe ogen en maatje 34 en haar sprankelende karakter, dat die nou het populairste meisje van de klas is. Ja, dat komt omdat zij voldoet aan een bepaald beeld wat wij graag willen hebben op dit moment van mensen. Ik bedoel, jaren geleden waren vollere vrouwen bijvoorbeeld heel erg in. Dat was echt het modebeeld van toen. En nou ja, een aantal jaar geleden waren de hele skinny maat 34 latjes waren in. Allebei is mooi. En laat daarin het ook duidelijk wezen dat je mooi bent. En dat je uniek bent. Er is niemand zoals jij. Dus waarom zou je dan zelf vergelijken met een ander? Omdat het ook iets heel menselijks is om te doen. Dat zou je nooit helemaal uit kunnen schakelen. Ik ben nu 24 en ik kan dat ook niet uitschakelen. Ik heb wel door dat jullie de twee meiden die deze vraag hebben gesteld aardig jong zijn. Dus ik probeer ook even terug te gaan naar toen ik, nou ja, tiener was, puber was. Hoe hou je daarmee op? Het is zo moeilijk. Juist in de puberteit ben je onzeker over je huid. Over ben ik wel leuk genoeg. Over deze schoenen. Over deze winterjas. Staan deze kleuren wel bij mij? Wat voor oogschaduw moet ik opdoen? Dus het gaan allerlei vragen telkens door je hoofd. En dat begrijp ik ook wel. En weet je wat ik denk dat jij moet onthouden? Dat iedereen onzeker is. En dat iedereen, vooral op die leeftijd, zichzelf probeert te vergelijken met een ander. Want iedereen heeft op dat moment zoiets. Zelfs het meest populaire meisje van de klas, die heeft ook onzekerheden. Of die is misschien wel eigenlijk als ze thuis komt heel sip. Of die baalt ervan dat ze niet zo goed kan leren. Of die is heel erg onzeker over haar voeten. Of over haar oren. Of over haar relatie met haar moeder. Noem maar op. Iedereen is wel onzeker over iets. En daarin heeft ook ieder huisje zijn kruisje. Dus ik denk dat je je moet laten troosten door de gedachte. Iedereen is onzeker. Iedereen heeft het moeilijk. En iedereen twijfelt op deze leeftijd over van alles. En daarna moet je denken, ik mag best wel twijfelen aan mezelf. Dat is ook de leeftijd die ik daarvoor heb. Maar het gras is wellicht groener bij een ander in jouw optiek. Maar moet je nagaan dat andere mensen dat dus ook van jou kunnen denken. Wees daar dan ook trots op. Wees ook trots op de persoon die je bent. En onthoud,
de tienertijd en de puberteit, die gaat voorbij. En het zal minder worden, daarin die onzekerheid. Is dit dus een antwoord waarmee je dus meteen het onzekerheidsprobleem oplost? Nee, maar dat kan niemand. En dat kan ik dus ook niet. Maar ik hoop dat je dat onthoudt. Iedereen is onzeker. En jouw gras is ook groen. En je bent gewoon heel erg mooi. Om wie je bent. Jij mag er ook wezen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dan, de volgende vraag. Dan pak ik mijn mobiel er weer bij. Deze is van Tessa Teresa. Teresa 91. Even de vraag opzoeken hoor. Ga jij makkelijk zonder make-up de deur uit? En hoe lang duurde het voordat je vriend jou zonder make-up zag? Ga jij makkelijk zonder make-up de deur uit? Ja, makkelijk. Als het moet, sowieso. Ik schaam me nergens voor. Ik bedoel, goedemorgen, echt niet. Maar wil ik zonder make-up de deur uit? Nee, want make-up is mijn ding. En ik vind mijzelf mooier met make-up. Of mooier, ik vind mijzelf meer Elise met make-up. Ben ik lelijk zonder make-up? Nee, niemand is lelijk zonder make-up. Echt niemand, want dan ben je puur natuur. En juist dan mag je er zo mooi wezen. Alleen, ik vind het leuk om mezelf op die manier, nou, te etaleren. Om op die manier mezelf te laten zien. Want dat is ook Elise. Maar ja, ik ga best wel zonder make-up de deur uit. Omdat dat ook Elise is. En het denk ik ook belangrijk is. Dat je, als je heel erg van make-up houdt. En heel veel make-up draagt. Of heel vaak make-up draagt. Of heel veel make-up draagt. Dat je niet vergeet. Dat je ook zonder dat laagje er mag wezen. En het is ook belangrijk dat je dat deel van jezelf ook soort van in stand houdt. Dus op vakantie draag ik bijna geen make-up. Behalve als ik een avondje uit eten ga met Boris. Want dan vind ik het leuk. En dan even dat momentje. Even mezelf mooier maken. En even daar mezelf pamperen op die manier. Want dat gun ik mezelf om even met mezelf bezig te zijn. En dan vind ik dat leuk. En dan vind ik dat ook gewoon prettig om te doen. Vooral op vakantie. Voor de rest over de normale dagen draag ik gewoon bijna geen make-up. En als ik hier heel vaak alleen thuis ben, draag ik ook niet vaak make-up. Maar 80% van de tijd wel. Omdat ik dat dus gewoon echt heel erg leuk vind. Maar ik schaam me niet voor mezelf wie ik ben zonder make-up. Alles behalve. Dus die vraag daarna, die vind ik wel grappig. Van hoe lang duurde het voordat jouw vriend, nou mijn man natuurlijk nu, je zag zonder make-up? Nou, binnen een week. Volgens mij, want een van onze eerste dates kreeg ik wat in mijn oog. En ik weet nog wel dat ik echt een ooglook had gedaan. En ik kreeg wat in mijn oog en nou, ik kreeg het er gewoon niet uit. Dus ik moest echt wrijven als een malle. Met als resultaat dat ik daarna natuurlijk gewoon een dikke panda werd. En toen dacht ik, ik ga het er niet afhalen om het er daarna weer op te doen. Verschrikkelijke onzin. Dus ik heb mijn make-up er toen afgehaald. En Boris die zei er niet eens wat van in die zin. Ik denk niet eens dat hij het door had. Boris vindt mij prachtig zonder make-up. En ja, hij zegt ook wel van op het moment dat jij make-up op hebt, ben je net even wat more fierce of zo. Want dat past dan misschien meer bij je karakter, want dan kan je nog duidelijker laten zien wie je bent met make-up. Maar hij vindt mij heel puur en heel mooi zonder. Dus laat dit ook heel erg duidelijk wezen. Op het moment dat jij jezelf niet durft te laten zien aan je vriendje of partner zonder make-up. Dat als je bijvoorbeeld gaat slapen met make-up en dan 's ochtends snel uit bed sniept om je make-up weer op te doen, zodat hij je niet ziet zonder. Moet je jezelf heel duidelijk afvragen, waar ligt dat aan? Ligt dat aan mijn eigen onzekerheid, gewoon van mezelf? Of ligt dat aan het feit dat ik denk dat hij mij niet mooi vindt? Want als het dat laatste is, dump je die handel. Echt dump je die handel. Want hoe kan je nou een goede relatie hebben met iemand waarvan jij bang bent dat hij je lelijk zal vinden op het moment dat je op je mooist hoort te zijn? Hoe dan? Zelf op wat voor leeftijd dan ook, dan is die jongen het echt niet waard hoor. Dus snoetje verwijderen en daar is de deur. Heel klaar. Ligt het dan aan jezelf dat je het niet durft te laten zien? Begin dan met stapjes. Haal dan eerst je oogmake-up eraf. Of ben je onzeker over je huid, haal dat er dan eerst af. Probeer het anders in stapjes te doen. En realiseer je, iedere vrouw laat zichzelf zonder make-up zien op enige tijd aan de partner. En volgens mij zijn er heel weinig relaties of huwelijken gesneuveld. Omdat de man de vrouw niet mooi vond zonder make-up. En als dat wel zo is, dan besefte de vrouw ook dat de man een ploert was. En dat die relatie dus gedumpt moest worden. Je snapt hem. Volgende vraag, even kijken. En die is van Shirio Danielle. Als ik het trouwens allemaal goed uitspreek hoor, die naam. Mijn excuses als dat niet zo is. Ik ben vaak onzeker als ik voor de klas moet staan. Ik heb waarschijnlijk faalangst. Ik probeer heel veel, maar niet lijkt te helpen. Heb je tips?
Presenteren is iets wat volgens mij ontzettend veel studenten, scholieren, heel erg lastig vinden. Heb ik dat ooit lastig gevonden? Nee. Ik vond presenteren het leukste wat er was. Daar kon ik namelijk makkelijk hoge cijfers mee halen. Dus ik vind het juist een hele goede vraag. Een vraag waar ik daadwerkelijk wat mee kan. Want dan kan ik je mijn tips vertellen. Ten eerste, of dit is eigenlijk de meest belangrijke tip. Op het moment dat ik voor de klas sta of voor de camera, dan pretendeer ik dan ook maar, voor degenen die kijken en op mij geabonneerd zijn bijvoorbeeld, dat ik denk, oké, deze mensen willen mij dus horen praten. En die mensen vinden het interessant wat ik te vertellen heb. Ik bedoel, ik probeer ook alleen maar mensen te helpen en mijn enthousiasme te tonen. Dus waarom zou ik dan onzeker moeten zijn, waarom zou ik onzeker moeten zijn in de vraag of mensen überhaupt wel naar mij zouden willen luisteren? Meisie. Je staat daar om wat te vertellen. Zij zitten daar om naar jou te luisteren. Dat houdt dus in dat ze dat zullen doen en dat jij wat belangrijks te vertellen hebt. Moet je eventjes het feit dat je bijvoorbeeld een schoolopdracht hebt gekregen en dat iedereen het verplicht moet doen en iedereen is misschien wat ongeïnteresseerd. Je staat daar. Jij mag dat moment pakken. Jij mag daar jezelf zijn en er 100% van uitgaan. Dat het goed voor jou is om daar te staan. Dat mensen naar je luisteren. En dat jij belangrijk genoeg bent om gehoord te worden. Want dat is zo. Niet alleen voor je docent die je een cijfer geeft. Echt niet. Jij mag er weten. Jij mag er staan. Het is interessant wat jij te vertellen hebt. In alle oprechtheid. En je moet maar dan ook daarnaast maar zo denken. Al die anderen die daar zitten. Die moeten hetzelfde doen als ik. En die zijn waarschijnlijk ook onzeker. Of die vinden het ook spannend. Of die kunnen het allemaal ook niet zo goed als dat ze zouden willen. Dus dan moet je maar onthouden. Ik ben niet de enige die zich zo voelt. En al die mensen die ik nu aankijk, voelen zich op dezelfde manier. Misschien helpt dat wel. Je bent niet de enige. Dus sta daar. Recht je rug. Haal een keer diep adem. En bedenk, ik mag hier wezen. Wat ik te zeggen heb is interessant. En ieder ander zou het ook eng vinden. Maar toch ga ik ervoor. Want ik kan dit. Want jij kan het. Je kan het echt. En dat meen ik. Ik ken je niet, maar dat meen ik oprecht. Je kan het echt. Je moet je kracht vanuit jezelf halen. Niet vanuit de tips die ik je geef. Of niet vanuit het applaus dat je later krijgt. Maar vanuit jezelf. Dat moet intern komen, laat maar zeggen. Je moet zelf bedenken. Ik mag dit. Ik kan dit. Ik doe dit. En je zal het rocken. Heb vertrouwen in jezelf. Hou gewoon adem en doe het. Dan, even kijken. Dan hebben we Daphne Santibanis. Als ik dat ook goed uitspreek trouwens. Ik ben van mezelf niet onzeker. Maar wat ik niet durf is het nieuwe dingen proberen. Heb je een tip om je open durven te stellen aan nieuwe dingen? Ik ben al snel van de gewoonte om veilige keuzes te maken. Dat snap ik heel erg goed. Want iets wat veilig aanvoelt, dat doe je vaker. En dat moet je ook blijven doen. Je moet ook, als je dat leuk vindt om te doen, wat het dan ook mag zijn, of het nou zingen is, of gitaar spelen, of tekenen, of weet ik veel, dan moet je dat ook maar gewoon lekker blijven doen, want dat maakt je blijkbaar gelukkig. Maar je kan bijvoorbeeld een stapje uit je comfortzone nemen door te denken, wat is het waarvan ik, wat ik echt heel erg leuk zou vinden om te doen, waar ik bijvoorbeeld een beetje onzeker in ben. Ik zal een voorbeeld nemen. Ik bijvoorbeeld kan niet zingen. Totaal niet. Echt geen nood om mijn leven te redden. Maar het lijkt me echt super leuk. En het is iets wat ik altijd al heb willen kunnen. En wat ik altijd denk is ervan, eigenlijk zou ik zangles moeten nemen. Niet omdat ik dan weergeloos goede zangeres ga worden. Maar omdat ik dan zoiets heb van, nou ja, misschien word ik iets beter. Misschien kan ik daarin, is het dan leuker voor mezelf. Of dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En dan ben ik ermee bezig. Want ik vind het wel heel tof. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ooit een keer toen ik jong was een aantal zanglessen genomen. Wat ik dacht, gewoon wel één op één met alleen zo'n vrouw. Omdat ik dacht, niemand anders hoeft het ook te horen. En ik ben uit mijn comfortzone gestapt en ik heb het maar gedaan. Maar wel heel kleintjes. Dus ik zou zeggen, begin gewoon kleintjes. Bedenk, wat zou ik nou leuk vinden om te doen? Wat heb ik nou altijd interessant gevonden, maar niet over nagedacht? Zoals ik wil graag gaan hiken. Of ik wil graag meedoen aan een marathon. Of probeer, begin dan kleintjes. Begin dan bij de eerste stappen. Begin met zelf trainen. Op de ochtenduren dat niemand anders je ziet. Als je het bijvoorbeeld spannend vindt. Of zoals ik. Ga dan zangles volgen. Bij één op één bij een zanglerares. En leg haar uit. Ik kan niet zingen, maar vind het leuk om te proberen. Dat zal ze hartstikke begrijpen. En daarnaast je betaalt haar. Dus zij vindt het allemaal wel prima. Begin dan gewoon
kleintjes. En ik zou je zeggen, als je het spannend vindt om te doen en dan blijf bij je routine, gewoon doen. Ja, maar zeggen, dat is echt zo'n dooddoener, maar je moet het gewoon doen. Gewoon denken, oké, wat vind ik leuk? Dat, oké, ik bel nu een Zumba-lerares en ga bij een klasje Zumba of yoga of ik ga fitnessen. Gewoon doen. Begin wel kleintjes, maar doe het. Ja, dat is echt een dooddoener, maar je moet het gewoon doen. Als het gewoon binnen je financiële haalbaarheid ligt en dergelijke. Maar gewoon doen. Dan, als allerlaatste vraag, jongens. Die komt van Saskia98. Die moet ik heel eventjes opzoeken. Even kijken. Oh nee, ik heb een foutje gemaakt. Mijn excuses. Want Saskia98 had dezelfde vraag over presenteren. En de laatste vraag komt van Sanne Boekmans. Dus die is gevraagd via Facebook. Die vroeg zich af of het bloggen mij onzeker had gemaakt. Of juist zekerder. Of dat ik meer zelfvertrouwen had gekregen van het bloggen. Dat vind ik een hele leuke vraag. Ik ben altijd scheidnerveus op het moment dat ik een video online moet zetten. Ja, dat ben ik echt. En dat ik zo makkelijk praat wil niet zeggen dat ik het allemaal niet spannend en eng vind. Dus ik zet het dan. Maar ik doe het wel. Dat is, kijk, ik doe het maar. Gewoon doen. Dus ik doe het dan ook gewoon. En ja, er zitten altijd etters bij die me gaan lopen beledigen of naar zijn. En er zijn ook altijd vrouwen bij die zeggen, nou, je video paste mij niet. Dat mag. Smaken verschillen. En dat is oké. In het begin was ik heel onzeker over YouTube. Want als je kleiner bent, komen er juist heel veel kakopmerkingen op je af. Naarmate je groter wordt, blijven die nare opmerkingen een beetje achterwege, gelukkig. Maar je wordt wel gezien door grotere fora, waar er over je geroddeld wordt. En ja, dat is ook lastig. Dus ja, moet je daar dan ook op kijken? Nee, het is natuurlijk verstandiger dat je het dan niet doet. Ik doe het daarom ook niet. Toen ik er ooit een keertje er over mij geroddeld werd, toen dacht ik, nou, ik ga er dan maar gewoon niet meer op kijken, want ik denk dat dat verstandiger is. En dat bleek ook inderdaad zo te zijn. Dus heeft het mij onzekerder gemaakt? Nou, het heeft mij nu sterker gemaakt dat ik denk van, ik mag er wezen. 6500 mensen vinden het leuk dat ik deze video's maak. En er zal altijd iemand zijn die denkt, nee, dat is niet mijn artikel, dat is niet mijn persoon, dat is niet mijn vrouw. Dat kan. En dat is oké. Maar er zijn er heel veel die dat wel vinden. En daar hou ik dan maar aan vast. Want ik vind dit waanzinnig leuk om te doen. Dus waarom zou ik het dan niet doen? Waarom zou ik me dan tegen laten houden door die 1% die mij stom vindt? Dan vind je me toch lekker stom? Daar kan ik niet zoveel mee. Dus dank jullie wel voor alle vragen. Volgende keer zal het dus gaan weer over relaties. Ik hoop dat je je vragen hieronder weer stelt. Ik hoop dat je het een leuke video vond om naar te kijken. Heel erg bedankt voor je aandacht. En tot de volgende keer. Doeg!